Zoetermeer is tegen de verkoop van 2800 sociale huurhuizen door Vestia. Een deel van de huurders in Rokkeveen heeft inmiddels het aanbod van de noodlijdende woningbouwvereniging gehad om een huurhuis te kopen. Vestia hoopt op die manier de financiële problemen op te lossen. Volgens wethouder Haan is dat slecht voor andere huiseigenaren die hun huis in waarde zien dalen. Brandweer Haaglanden steekt met kop en schouders uit boven andere brandweerkorpsen als het gaat om het halen van de wettelijke afgesproken aanrijdtijden. Het korps was vorig jaar in bijna 90% van de gevallen binnen 8 minuten te plaatsen. Landelijk werd in nog geen 70% van de gevallen de aanrijdtijd gehaald. PostNL beschermt het briefgeheim niet genoeg, dat zegt telecombaakhond Opta en doelt daarmee op de nog onbezorgde post. Tijdens het onderzoek ontdekte Opta bijvoorbeeld niet afgesloten opslagdepots. De toezichthouder heeft aangekondigd meer onderzoek te gaan doen naar PostNL. Eind deze week begint de zomervakantie voor de meeste Zuid-Hollanders. En dat zorgt voor topdrukte in de vakantiewinkels. De veiligheidsvesten, verbanddozen en gevarendriehoeken vliegen over de toonbank. Maar het meest gewild is toch wel de in Frankrijk verplichte alcoholtest. Die zijn niet aan te slepen.